Steven Berghuis is hier bezig met de warming-up. Hij is momenteel topscorer in de competitie. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Achter de microfoons, voor het commentaar, het duo Grütter en De Vos. Met vandaag een wedstrijd in de Eredivisie. Het is Feyenoord dat speelt tegen Fortuna Sittard. Het is me genoeg gesierd. En weet je, ik ga ervan uit dat we dat over anderhalf uur nog steeds kunnen zeggen. Want dit belooft een interessante competitiewedstrijd te worden, hoor. Met twee ploegen die doorgaans willen voetballen, willen aanvallen, willen creëren, doelpunten willen maken. We spelen in kwartaal 3 van de competitie en dan zijn de posities al wat duidelijker ingenomen. Daarom moet de koploper vandaag eigenlijk makkelijk van de nummer laatst kunnen winnen. We kijken naar de basiself waarmee Feyenoord zo dadelijk gaat beginnen. Oké, als we nu even naar de opstelling kijken, dan lijkt het me dat ze vandaag gaan beginnen in een 4-3-3 formatie. Ja, dit is echt een klassiek Nederlands systeem, hè? 4 verdedigers, 3 middenvelders, 3 aanvallers. En natuurlijk veel gebruik maken van de vleugels. Ze leveren de bal in. Komt steeds meer naar voren. Wat een geweldige verdedigende actie. De inworp is voor Fortuna. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Kan hij hier voor gevaar zorgen. En nu wordt het oppassen. Het wordt makkelijk gestopt door de keeper. Het team dat thuis de beste rapportcijfers van de competitie scoort tegen de club die qua uitwedstrijden de slechtste rapportcijfers heeft. Dat verzie je toch niet, Jeroen? Nee, zie het. Al blijft voetbal natuurlijk onverspeeld. De bal gaat over de zijkant. Ze geven de bal weg. Nog steeds aan de bal. Honderd van die ballen, denkt de doelman. En let goed op en onderschept die paas. Sterke tackle, pakt de bal af. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Zo naar de tegenstander. Die doelman moet opletten. De paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Goed verdedigd, maar met een inworp. Tyrell Malacia. Goed ingegrepen door die speler. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Nog steeds balbezit. Maar het momentum van de counter is voorbij. Ja, is dat wel buitenspel? Nou, kantje boord. Oef, dat was op het randje. Anders was het waarschijnlijk gevaarlijk geworden. Tyrell Malacia. Paas over de zijkant van het veld. Wat gaat hij hiermee doen? Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was de bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Reageert ze en daarmee heeft hij die paas onderschept.
Bal wordt ingeleverd. De aanval van Fortuna Sittard. En met de bal aan de voet de uitbraak. Want zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. Zou wel eens wat kunnen worden. Dat is het profiteren van deze paas. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, is de voorsprong daar. Daar komt de hoekschop van Steven Berghuis. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. En ze hebben de bal weer terug. Nou, wat kan hij hiermee? Mark Diemers. Gaat dit wat worden? Midden voor het doel gegeven. Redding. Bal nog binnen de lijn. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Sterk hoe hij die bal verovert. Dit kan maar eens een kans opleveren. Na die tackle is hij de bal kwijt. Mark Diemers duikt er mooi naartoe. Nou, wat balbezit betreft ontlopen ze elkaar niet heel veel. Maar is dit zo door? Dat heb ik medelijden met de mensen die betaald hebben voor een kaartje vandaag. Die hoge steekpas komt te dicht bij de doelman. Kom hem zo pakken. Hij komt uit en raapt die bal zo op. Daar gaat het balbezit. Pakt de bal goed af. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. De paas liep helemaal verkeerd. De bal gaat uit. Senesi. De bal gaat over de vleugel. Hij rukt verder op. Mark Diemers. Die doelman moet opletten. De speler staat in de baan van het schot. Veel tijd krijgt hij niet. Er wordt aangegeven dat er 2 minuten speeltijd bij komt. Richting het midden voorgegeven. Een lekker doelpunt. Goed geraakt. Geweldige volley. Genieten. Magistraal, prima geraakt, maar vergeet ook niet die geweldige voorzet. Heel goed gedaan. Die voorzet, oké, die is fraai, maar dan komt het moment. Hè. De wijze waarop hij de bal met een volley in het doel jaagt. Terwijl Feyenoord nog steeds een feestje bouwt, wordt er weer afgetrapt. Daar gaan we rusten. De scheidsrechter de fluit, het is 1-0. Feyenoord lijkt ook vandaag weer regelrecht af te stevenen op een zege in de eigen kuip. Ze leiden bij rust. Nou ja, je ziet gewoon, ze barsten van het zelfvertrouwen in thuiswedstrijden. We mogen er nu toch echt wel van uitgaan dat ze die 3 punten weer veilig stellen in de tweede helft.
richting het midden voorgegeven. Een lekker doelpunt, goed geraakt. Geweldige volley, genieten. Magistraal, prima geraakt, maar vergeet ook niet... Fortuna Sittard mag als eerste de bal aanraken in de tweede helft. Slordig, balbezit. Zou die geblesseerd zijn geraakt door die tackle? Het fluitje van de scheidsrechter. Dat was een overtreding van de Rotterdammers. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. Nee, gele kaart. Mark Diemers. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Berghuis hier met de bal naar voren. Knappe, verdedigende actie. En weer de balbezit. De speler werkt de bal weg. Mark Diemers. Moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor. Hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Mark Diemers. Wacht even, Jeroen. Er staat een speler klaar om erin te komen. Ja, inderdaad. Dat is een verse kracht die in gaat vallen. Bal weer kwijt. Wat gaat hij hiermee doen? Gaat dit wat worden? We weten voor Polen dat de paas een eindstation bereikt. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Nog steeds op weg naar het doel. Daar schiet hij. Nou, hoe lang zijn we bezig? Eerste goede actie van die doelman. Tot nu toe hield het allemaal niet over. Coach lijkt te gaan wisselen. Daar komt de hoekschop van Steven Berghuis. Het gevaar is nog niet geweken. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. En weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Balbezit voor Feyenoord. Dit kan wel eens een kans opleveren. En daar heeft hij de bal veroverd. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Hij maakt de tackle op de vleugel en komt er de bal. Dribbelt verder richting doel. Zo komt hij in balbezit naar een sterke sliding. Steven Berghuis. Goeie redding, zeg. Het was een goed afstandsschot, maar de keeper reageert adequaat. Steven Berghuis neemt de hoekschop. Jammer, maar
Hier worden ze niets wijzer van. We hebben nog 20 minuten te gaan. Lekkere steekpaas. Zou wel eens wat kunnen worden. In het centrum gespeeld. Van die voorzet had hij meer verwacht. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Steven Berghuis. Buitenspel, zegt de scheidsrechter. Steven Berghuis. Hij rukt verder op. Dus de tackle gaat de bal uit. Inworp tegen. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Bal bij de tegenpartij. Hij zit er goed tussen bij die pas. Die doelman moet opletten. Hij schiet. Boom. Koekoek, wat een doelpunt. En dit bewijst maar weer dat het deze wedstrijd maar één ploeg is die de overwinning verdient. Als dat nog niet duidelijk was. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. De verdediging zit ertussen. Bal aangeraakt, inworp. Bal over de zijkant van het veld. Nou, wat kan hij hiermee? Hij anticipeert goed, onderschept die paas. Die overtreding door Feyenoord wordt bestraft met een vrije trap. Strafschop. En hij geeft hem een gele kaart voor die overtreding. Voor zo'n actie krijg je vaak gewoon rood. Mislukte paas. Ja, hoe kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Voorgeven dan maar. Vanaf de vleugel. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Mark Diemers. Met een tackle pakt hij de bal af. Steven Berghuis. Fortuna Sittard heeft de bal. 3 minuten blessuretijd. Net als eerder komt hij weer met een goede ingreep. Een vrije trap voor de Rotterdammers. Goed zijn lichaam ervoor gezet. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Dat was het laatste fluitsignaal. Het is voorbij. We zien een stralende trainer en dat is volkomen te begrijpen na deze wedstrijd. De zege is binnen. Ja, wat zal hij tevreden zijn over het spel. Wat gaat hij hiermee doen? Just a couple of questions for you.
No, no.